Goedemorgen allemaal. Nou, daar zijn we weer met workshop nummer 2 van vandaag. Ik moet even ondertussen mijn hond nog een snoepje geven. Als jullie denken, wat hoor ik allemaal gesmek? Dat ben ik niet, maar dat is Jos. Hé Jos, het was tijd voor een snoepje, hè vriend. Nou, Monica heeft natuurlijk net al de eerste live gedaan. Superleuk kaartje ook weer gemaakt. Ik moet zeggen, ik vind dit papier echt zelf helemaal te gek wat we vandaag gebruiken. Het nieuwe papier natuurlijk, Hippity Hoppity van Bella Lulu. Lekker weer voorjaarskaartjes maken, dames. Geen kerstkaarten meer. Ik zei het net al in de live bij Monica. Je mag natuurlijk nu in mijn live ook wel meteen bestellen. Voor je tikkiemandjes, net zo handig, hè. Dan heb je meteen alles wat je wilt bij elkaar besteld. Even een slokje thee. We zijn gisteren weer met nieuwe mandjes begonnen. Ik zei het ook inderdaad al. We gooien er gewoon nog een weekje tegenaan. Met 10% extra kassakorting op je tikkiemandje. Dus omschrijf eventjes goed wat je wilt hebben. Dus het merk en de juiste omschrijving zoals wij het benoemen. En dan zorgen wij ervoor dat het in je mandje komt. We hebben niet zo heel veel goodiebags meer over. Nog wel een paar. Die kun je dus of in onze webshop bestellen of mag nu in de tikkie. Dus ik zal eerst de goodiebag nog gauw eventjes laten zien. Ik weet eigenlijk niet of Monica dat al had gedaan. Ik was heel even gauw mijn nagels laten fatsoeneren, want dat was nodig. De goodiebag, Hippity Hoppity. Die shop je voor €24,99. En ik ga jullie even laten zien wat erin zit. Er zit ongeveer voor een €40 waarde zit erin. Jullie weten zo'n goodiebag, dan zorgen we altijd dat je lekker veel voordeel hebt. Proberen wij allerlei restpartijen en zo op te kopen bij de groothandels. In de goodiebag zit als eerste de papierset Hippity Hoppity. Monica heeft die vast al uitgebreid laten zien. Je kan ook de papierset natuurlijk nog los bestellen. Dan is die €5,99. Als je denkt, oh, ik kom te kort, ik heb niet genoeg, dan bestel je hem los. Ik heb voor de goodiebag een bijpassend stickervelletje gemaakt met de dagen van de maand. Die kleurtjes die matchen weer precies met het papier. Die krijg je in de goodiebag. Dan krijg je 2 stempelsets. Ook in het thema voorjaar. De kleine teksten. Extra special. En je krijgt de grote teksten. Hello Spring en Baby Bloom. Dit zijn stempelsets die kosten normaal €5,99 per stuk. Die kun je trouwens ook los bestellen. Want die hebben we ook nog wel los. En dan zitten er 4 Dutch Doobadoo mallen in. Die hebben we ook nog wel een aantal los. Dit is de losse mallen, die kosten €4,99. Dit is de losse mal van het ei, die krijg je in je goodiebag. De mal met de wolkjes, hele leuke, die ga ik straks ook gebruiken. Je krijgt de tekenmal van het woordje hello, zou je bijvoorbeeld hello spring van kunnen maken. Je krijgt, hier zitten 2 keer de wolkjes in. Oh, die ene, dat is de mijne die klaar had liggen. En je krijgt dit hele leuke doosje, daar gaat Corrie straks ook nog live mee aan de slag. De doosjesmal, als je die los wilt bestellen, die is €5,99. Want dat is een A4-mal. Dus dit allemaal samen wat ik liet zien. De goodiebag Hippity Hoppity. Die kost €24,99. En dat zijn de laatste. Zoals jullie weten, die gaan we niet meer bijmaken. Want dat doen we altijd maar 1 keer. En dan gaan we weer naar het volgende festijn. Goedemorgen, Monica. Nou, ik ga een kaartje voor jullie maken. Ik heb mijn vierkante mal, de Shaker Square van Kraftlab, heb ik gebruikt. Ik wil jullie dit nog wel eventjes laten zien. Daar heb je natuurlijk normaal dat patroon met die streepjes heb je daarop. Maar die gebruik ik nu niet. Als je een wit kaartje snijdt van 13,5 centimeter, past die daar precies op. Maar hier heb je dus van die afgeronde hoekjes. Daar gebruik ik eigenlijk altijd dit ponsje voor van Vase. Dat is een 3-in-1 hoekpons. Kijk, je ziet het al op de pons. Dan kun je 3 verschillende modellen hoekjes kun je daarmee ponzen. Een 10 mm hoekje, een 7 mm hoekje en een 4 mm hoekje. En de 3-in-1 hoekpons van Vase, die kost €7,99 als je die wilt bestellen. Ik denk dat ik even de 7 mm neem. Ik kijk gewoon even een beetje naar de afronding op mijn kaart. Ik vind dat die er wel op lijkt. Dus je legt je papier er gewoon in. Je kijkt even tot die helemaal goed op het einde zit. Anders komt het natuurlijk niet goed met je afronding. Kijk, en dan pons je zo
Een afgerond hoekje aan je kaart. Ik gebruik het Bella Lulu cardstock weer, dames. Daar ga ik dadelijk ook met inkt op blenden. Bella Lulu cardstock, 100 vel voor €29,99. Als je denkt, nou, ik ga nog lekker even mijn voorraad invullen. Ik heb op dit moment alleen het witte en het zwarte Bella Lulu cardstock op voorraad. Ook van dat gaat natuurlijk je 10% extra kassakorting vanaf als je het in je tikkie-mandje laat vallen. Oh, en ik vreet echt dit papier. Dit is eigenlijk het enige cardstock wat ik gebruik. Kleurtjes gebruik ik eigenlijk niet zoveel. We hebben trouwens wel toffe sets binnen. Die laat ik jullie morgen in de tikkie ook nog wel eventjes zien. Kijk, dus zo heb ik mijn basis klaar. Dit ga ik denk met een beetje foamstrips op elkaar plakken. Dan hebben we toch iets van diepte erin. De foamstripjes die zijn ook weer leverbaar. Hè? 99 cent kosten ze. Wat ook leuk is. Heb je misschien in de nieuwe webshop gezien. We gaan nu het hele programma van JJ gaan we voeren. Dus alle plakmaterialen van JJ. Foamblokjes, alle maten foamtapes. Foamvellen gaan we voeren. Foamblokjes en foamtape in het zwart. Is allemaal besteld, dus daar gaan we ook een mooi rek voor maken in de winkel. Dat alles inderdaad op voorraad is. Ik weet het nummer niet, Maureen van die pons. Heb ik niet bij de hand. Je kan hem gewoon nu in de tikkie bestellen, Maureen. Dus als je gewoon zegt, ik wil de hoekpons van Vaassen bestellen, de 3-in-1, dan doen wij het in een tikkie-mandje voor je. Want alleen in je tikkie-mandje krijg je dus je 10% extra korting erop. En anders moet je eventjes kijken onder het merk Vaassen of je kijkt in de webshop onder ponsen. Dan vind je hem vast ook wel. Maar in de webshop krijg je nu dus niet je 10% korting. Dat was dus het JJ verhaal. Leuk. Gaan we allemaal op voorraad houden. Dus heel veel nieuwe basisartikelen. Hè. Wij eten de foam. En vooral deze foamstripjes. 99 cent voor een velletje. Dus daar ga ik even hier wat stripjes op de achterkant plakken. En dan plak ik mijn basiskaartje even in elkaar. Nou, die strips die zijn mooi smal. Hè? Ik hoef dat jullie niet meer te vertellen. Het witte cardstock is er weer, Petra Zegers. Dat zei ik al. We hebben van het cardstock het wit en het zwart heb ik nu op voorraad. En het ivoor heb ik trouwens ook. Ik heb op dit moment alleen even geen kraft. Want daar is echt slecht aan te komen. Dus de pakken cardstock van Bella Lulu. Daar krijg je 100 vel op formaat 30,5 voor €29,99. Nou, iemand vroeg dus net om het artikelnummer van de ponzen. Het navigeren in onze webshop is ook een stuk makkelijker geworden. Hè? Als je nu in het linkermenu kijkt. Ja, ik benoem het altijd maar even dat het hetzelfde is als bij Zalando. In het linkermenu kun je dus gaan filteren. Want ik kan me voorstellen als je denkt, nou, ik zoek zo'n hoekpons. Dat je niet weet van welk merk dat die is. Ja, weet jij veel dat het van Vaas is. Maar we hebben ook alle losse productcategorieën nu links in het menu staan. Dus dan ga je gewoon naar het menu ponzen. En dan vind je hem ook. Dus dat is een stuk makkelijker zoeken, vinden wij zelf. Nou, deze komt netjes hierop. Kijk, dan heb ik toch al een klein beetje diepte heb ik erin. Dat is mijn basiskaartje. Dan ga ik werken met de cirkelstans van Kraftlab. Ja, ik kan er niks aan doen, maar ik vind... het papier is nu alleen in de tikkie, omdat we nog een week op de oude kassa zitten, is nog een week voor €29,99. Vanaf volgende week, als we het nieuwe kassasysteem hebben, dan gaat het cardstock naar €31,99 voor 100 vel. En je kan nu dus alleen ook nog je cardstock aanvullen met ook nog eens een keer die 10% extra korting. Dus profiteer daarvan, zou ik zeggen. Ik ga nu even werken met de cirkelstans. Ik zei, het is echt heel erg. Maar ik vind die cirkelstans op mijn vierkante kaarten vind ik zelf echt de bom. Dus die gebruik ik echt regelmatig. De cirkelstansen van Kraftlab. Ik laat ze toch nog een keer zien voor de mensen die ze nog niet kennen. Heel veel verschillende nesting dies. Dit is wat er allemaal in één set zit. En de cirkelstansen die kosten €19,99. Heb je al deze verschillende randjes. Wat heb ik nu gedaan?
Je kan natuurlijk ook twee stansen tegelijk gebruiken. Hè? Dus ik heb in dit geval deze natuurlijk met dat geschulpte randje. En dan deze gebruikt. Dus dat tussenmaatje heb ik overgeslagen. Leg deze even opzij. Kijk, tussenmaatje heb ik overgeslagen. Dan krijg ik zo'n toffe cirkel. En daar gaan we zo meteen een tafereeltje in maken. Mariana, het Bellalulu cardstock is smooth. Dat is altijd de gladde kwaliteit. Wij gebruiken eigenlijk geen linnenstructuur meer. En dit is ook papier. Mariana, daar kun je ook gelijk op blenden met inkt. Ga ik jullie zo laten zien. Het tussenmaatje heb ik wel even gestanst. Want die komt zo meteen hier achter mijn cirkel. De cirkel ga ik ook weer met foamstripjes straks opplakken. Maar hier gaan we dus een achtergrondje opmaken met wolkjes. Daar zit zo'n heel leuk wolkjesstencil zit in de goodiebag. En dat is deze. Het wolkjesstencil, als je die los wilt bestellen, kost die €4,99. Ik ga hem wel even met een stukje mallentape vastzetten. Je kan trouwens ook, ik werk op deze glazen plaat. Ik werk zelf eigenlijk nooit met magneten. Vraag me niet waarom, maar dat zit gewoon niet in mijn systeem. Maar dit is dus een magnetische plaat. Hè? Dus als je eigenlijk... Heb ik hier magneetjes bij de hand? Nee, even kijken. Nee, ik denk het niet. Maar dan moet ik wel de volgende keer even laten zien. Dan heb je eigenlijk geen mallentape meer nodig. Want dan kun je gewoon je mal vastzetten op je glazen snijplaat. Met die magneten. Dan heb je dus geen mallentape nodig. De glazen snijplaat van Crafty Motions. Je hebt eigenlijk twee gedeeltes. Hè? Jullie kennen hem wel. Hier doe ik dan meestal het schone gedeelte. Hier heb je het klietergedeelte. €45,50 kost de glazen plaat. En dit is ook de enige glazen plaat waar je op kunt snijden. Die van Tonic en zo, daar kun je beter niet met een mes kun je daarop. Theresia, ja, ik heb in het begin van deze live heb ik de goodiebag laten zien. Dus je kunt ook de goodiebag hippity hoppity kun je ook in deze Tiki Live bestellen. Die kost €24,99. Nou, ik neem nu even gauw een stukje mallentape. We hebben die rolletjes mallentape van Nelly Snelle. Hè? Dat is dus een tape met een wat minder sterke kleefkracht. Om iets even niet permanent vast te zetten. Dus ik plak mijn cirkel hier aan de achterkant eventjes vast. En dan gaan we hier zo meteen een wolkjespatroon op maken. Ik heb natuurlijk heel veel soorten inkt. Ik dacht, wat zal ik vandaag eens gaan gebruiken? Ik ga vandaag weer een keer de Memento inkt gebruiken. Want daar kun je ook lekker mee blenden. We hebben voor jullie een aanbieding. Die hebben we al heel lang, die kennen jullie wel hè. De Memento inkten, die zijn er in 36 verschillende kleurtjes. Daar kun je dus ook goed teksten mee stempelen. Hè? Dus dat is niet alleen om achtergrondjes te maken. Als je bijvoorbeeld de iZinc en de Harmony en de inkten ook van Studio Light, daar kun je geen teksten mee stempelen. Kun je geen scherpe afdruk mee maken. Dat kan met deze wel. En met de Memento's kun je ook nog eens een keer achtergrondjes blenden. 36 kleurtjes Memento in deze opbergbox. Als je die los zou kopen, betaal je €82. De box Memento met alle inkten, €69,99. Ik ga ze een beetje gek doen, want ik ga een beetje een donkere kleur inkt gebruiken, denk ik. Ik ga voor de Teal Zeal vandaag. Ik ga gewoon eens even kijken hoe dat uit gaat vallen. Ik neem weer een blending borsteltje erbij. Ik heb dus mijn stencil heb ik vastgezet. Hè. Ik neem meteen even een doekje erbij als ik veel ga zitten kliederen. Oh, dames, ik heb thuis, hè, want ik lig er thuis heel eventjes uit met knutselen. Want Jeroen is thuis aan de klus. Die is mijn kantoor helemaal aan het veranderen. Vraag me niet waarom, want het is pas 2 jaar geleden is dat gedaan. Maar dan krijg ik heel tof behang. Hij heeft heel mooi behang heeft hij uitgekozen. En hij is mijn blad heeft hij helemaal opnieuw. Ik heb daar zo'n heel mooi eikenhouten blad. Heeft hij helemaal geschuurd en opnieuw in de lak gezet. Dus al mijn spetters met de molotov zijn eraf. Dus nu moet ik straks natuurlijk heel voorzichtig gaan doen. Hey Sil, mag er niet meer gespetterd worden. Want alles is dadelijk weer netjes en geschilderd. Dus misschien gaat het wel zo zijn dat ik alleen nog maar kaarten zonder spetters ga maken, dames. De inkt. Ik doe een beetje op mijn glazen blaad. Meestal doe ik dat niet, maar ik wil het dus een beetje subtiel houden vandaag. Ik ga even à la deze ga ik blenden. Dus dan doe ik het aan mijn borsteltje.
En dan begin je met een ronddraaiende beweging, begin je het op je ondergrond te blenden. Oh, kijk, ik vind als ik dat zo doe, dan is hij zo lichtjes altijd. Daarom doe ik het zelf meestal altijd rechtstreeks uit het druppeltje inkt. En als ik het dadelijk toch nog te licht vind, dan zetten we hem nog even wat harder aan. Maar het kan natuurlijk wel zo. Hè, deze doet er altijd. Want ik denk, maar dat ga ik zo even proberen. Ik wil eigenlijk dat de wolkjes nu wat donkerder worden. En dan ga ik zo meteen het achtergrondje, wat nu dan nog wit is als ik het stencil eraf haal. Die ga ik dan nog met dezelfde kleur inkt, maar dan een beetje subtieler. Ga ik die ook nog een keer blauw maken. Oh, dit is echt een leuk stencil. Ik denk iedere keer, ik kwam ze natuurlijk allemaal weer tegen. We hebben zoveel leuke mask stencils van Dutch Doo Badoo. Ja, ik moet eigenlijk een spetterbak gebruiken. Het ergste is inderdaad, Antoinette, die heb ik wel gewoon hoor. Maar je weet hoe het gaat, hè. En toen dacht ik ook nog eens een keer, dacht ik ook slim te zijn. Ik dacht, nou weet je wat, ik heb een prullenbak naast mijn bureau staan. Ik denk, als ik nou het kaartje zo boven de prullenbak hou en dan spetteren. Maar toen zat alles weer een beetje op de vloer. Dus dat was ook geen succes. Dus ik ga echt proberen om mijn leven te beteren, dames. En het om het netjes te houden. Of het gaat lukken, dat weet ik niet. Geen garanties geef ik. Oh, hij moet echt wel een beetje wat harder aangezet worden. Ja. Dit is beter. Dit is beter. Dus ja, ik stap toch even weer terug naar mijn eigen techniek, joh. Rechtstreeks uit het druppeltje. Maar je moet natuurlijk doen wat je zelf prettig vindt, hè. Maar ik hou zelf altijd wel een beetje van een wat hardere aanzet. Nou, en het gewone wolkjesmask, die kennen we natuurlijk wel. Ja, dit stencil zit ook in de goodiebag, inderdaad. Ik weet niet of Jeroen meeluistert, Patricia. Ik hoop het niet. Nee, ik denk het niet. Monica, misschien kun jij nog een keertje de goodiebag ook in de Noor en Zo groep gooien. Voor de mensen die hem gemist hebben. Oh, kijk eens. Hoe leuk is deze? Met die wolkjes. Die wolkjesmask krijg je dus ook in je goodiebag erbij. Wil je hem losbestellen, dan is die €4,99. Ik zeg dan even dat je de goodiebag uit... Of dat je niet de goodiebag uit het wolkjesmask, het wolkjesmask uit de goodiebag wilt. Kijk, wat ik nu eigenlijk bedacht had, daarom wilde ik die wolkjes wat harder aanzetten. Ik vind nou de achtergrond is zo wit. Als je nou gewoon desnoods eerst even met de inkt die nog op je borsteltje zit, kijk, een beetje eroverheen gaat, krijg je mooi... Een beetje een blauwige achtergrond. Dus hoef je niet opnieuw je inkt aan te zetten. Want anders wordt het vaak te fel. Kijk nou hoe leuk dat die is, dames. Dus het wolkjesmask van Dutch Doo Badoo. €4,99. Kijk, en dit had ik bedacht. Dat komt dan dadelijk achter mijn cirkel. En hier gaan we een tafereeltje in maken. Deze plak ik dan alvast erop. Dat kan al wel. Ik heb altijd nog steeds in mijn hoofd eerst stempelen voordat we gaan plakken. Zo, dus deze ga ik hier netjes in het midden plakken. Hij is leuk, hè, met die wolkjes. Er zijn toch weer andere wolkjes als... Dat je die randjes met die wolken natuurlijk hebt. Die gebruiken we al zo vaak. Dus ik dacht, ik ga nu een keer een andere gebruiken. Zo, mijn wolkjes zitten erop. En dan had ik van dezelfde cirkel... heb ik ook even een grasrandje gestanst. Dan weten jullie hoe je dat doet. Hè? Je stanst eerst de cirkel... en dan haal ik daar het grasrandje van Kraftlab langs. Dan zijn deze borderstansjes op slimlijnformaat. Twee grasrandjes voor €9,99. Of je hebt twee wolkjes... Van Kraftlab voor €9,99. We zitten meteen in een Tikkie Live. Hè? Dus wil je iets bestellen. Dan roep je het maar gewoon. Dan zorgt Joyce dat het in je mandje komt.
We geven jullie deze week, dus dat is tot en met woensdag volgende week, ook weer 10% extra korting op je tikkiemandje. Dus geldt natuurlijk niet voor de afgeprijsde artikelen, net zoals goodiebags en zo. Daar gaat natuurlijk geen korting vanaf, want die zijn al flink afgeprijsd, maar wel voor alle andere artikelen. Kijk, deze. En dan ga ik hier die cirkelstans ook weer opmaken met een foamstripje. Vind ik wel leuk. Nou, zo jagen we er natuurlijk snel een hoop foamstrips doorheen. Is niet zo erg, want ze zijn ook niet zo duur. Die foamstrips kun je ook gewoon in een cirkelvorm plakken. Hè? Dan ga je gewoon met de ronding van je cirkelstans ga je mee. En dan plak je hem vast. Nou, we hebben nog weer lekker veel kijkers, dames, voor de zaterdagochtend. Gezellig, hoor. Ik ben er sowieso morgen vroeg ook, hè. Dan vaste prik, zondag 10 uur. Vanuit de winkel natuurlijk weer. Oh, we gaan morgen iets leuks doen, dames. We gaan morgenavond naar Amstel Live. En daar heb ik zoveel zin in. Die kaartjes die hadden we al 2 jaar staan in verband met de corona. Dus wordt nu alweer een keertje tijd. Even lekker los. Nee, Maria, de tikkie-korting is alleen als je in de livestreams bestelt. Dus die korting die geldt inderdaad niet in de webshop. We hebben in de webshop ook regelmatig acties. Maar dit is nu deze week gewoon weer een actie voor alles wat in je tikkie-mandje valt. En het toffe is van die tikkie-mandjes, dames, je kunt gewoon de hele week opsparen. Hè? Dat is eigenlijk het grote voordeel ervan. Nou, jullie weten het, er komen echt bij ons bijna iedere dag nieuwe producten binnen. Dus we proberen iedere dag even live de lucht in te gaan om al het nieuws te laten zien. Ik ga morgen vroeg, want vandaag is het ook super druk in de winkel, dus ik kan daar nu niet bij. Kan er wel bij, maar dat is een beetje irritant voor de klanten. Vandaag geeft Antoinette Voren een demo in de winkel met Dutch Doobadoo. En Anouk is er met een demo met de nieuwe Marianne collectie. En al die toffe kaartjes die blijven natuurlijk ook weer staan. Dus die ga ik jullie morgen vroeg allemaal in een tikkie live ook laten zien. Dat is echt... Komt dan zoveel moois voorbij. En ik ga natuurlijk morgen vroeg ook nog wel een kaartje maken. Maar morgen vroeg 10 uur. Dus ook weer een tikkie live. Kijk eens hoe tof dit is. Die komt hier dan weer bovenop. Zie je hoe tof die cirkelstans is? Als je hem hier zo weer opverwerkt. Met een beetje foam erachter. Krijg je toch weer wat meer diepte erin. Ja, Jeroen ging volgens mij morgen niet mee. En Sil, ga je mee? Hey, Sil, we hebben trouwens ook net, ik zag net alweer een appje van Verdrinnen, hebben we alweer de kaarten geboekt voor 2024. Dat is echt een gekkenhuis met Amstel Live. Dan moet je echt nu alweer beslissen voor volgend jaar. Maar we hebben ze weer in de pocket, dus dat is weer gelukt. Oh, hij is leuk, hè, dames? Kijk nou hoe schattig met die wolkjes. Ik heb wat plaatjes geknipt. Nou, de papierset Hippity Hoppity, die kun je ook nog los bestellen. Misschien heb je aan 1 setje niet genoeg. Ik heb ook al bijna een heel setje er doorheen gejaagd. Dat is deze papierset van Bella Lulu. Die is €5,99 als je die los wilt bestellen. 2 vellen met plaatjes zitten erin. En dan natuurlijk 10 vel dubbelzijdig bedrukt designpapier. €5,99 geldt ook voor alle andere sets met Bella Lulu papier als je nog iets aan wilt vullen. Ik heb al lekker veel plaatjes gebruikt en geknipt ook. Kijk, maar dit is even gewoon om te laten zien wat er allemaal voor leuks in zit. Allemaal konijntjes en kuikentjes zitten erin. Ik ga dit konijntje met die cupcake ga ik zo meteen hier achter mijn grasrandje zetten. Of een beetje ervoor, kan ook wel. Dat doe ik ook wel weer even met een stukje foamstrip. Waar ben je gebleven? Cute, zijn ze toch? Nou, dus deze die komt hier in het midden op. Dat wordt een beetje de blikvanger. En het is denk ik ook wel leuk als we nog wel gewoon wat leuke kleine dingen gaan knippen. Kijk eens deze bijvoorbeeld ook. Daar kuiken met die paashaasmuts op. Die gaan we zo meteen een beetje achter het gras zetten. En er zitten volgens mij ook allemaal nog losse eitjes en dingetjes op. Die zetten we er zo meteen ook nog eventjes bij. Vanmiddag om 2 uur is Nathalie er trouwens ook. Hè. Die gaat ook iets heel leuks maken. Ook met deze goodiebag. En vanavond om 8 uur is Corrie er nog. Die gaat dus met de doosjesmal uit de goodiebag aan de slag. Ook zeker even meekijken, zou ik zeggen.
Kijk, dit is misschien wel leuk om hier zo weer een beetje achter het gras te zetten. Ja, helemaal gezellig wordt dat. Ik zit dan zo naar mijn kaartje te kijken en dan denk ik, er moet echt nog even gespetterd worden. Ik vind dat echt... Hier mag het, hè? Jeroen kijkt hier niet mee, dus hier mag het. Dus ik ga eerst mijn spetterpen even pakken. Even kijken, want die hebben ze van de week voor de workshop gebruikt. Oh, hier staat hij. Ik wil in dit geval wel een heel klein beetje subtiel spetteren. Dus niet over het gezichtje van mijn konijntje. Dan leg ik heel vaak zo even een stukje papier eroverheen. Even schudden altijd, schudden voor gebruik, want het is acrylverf. De spetterpennen die kosten €6,99, hè? Ik gebruik de zwarte en de witte natuurlijk het meest. En we doen het mooi subtiel vandaag, niet te veel. Had ik mijn poetsdoekje nog hier? Ja, vast wel. Ik weet niet wie dat ooit bedacht heeft, dat spetteren, maar ik kan geen kaart meer maken zonder spetters. Vraag me niet waarom. Kijk, nu zitten zijn ogen tenminste niet dicht met verfspetters. Is dit de basis voor mijn kaartje? Ria Valk, inderdaad, je kunt gewoon op deze manier benoemen wat je wilt hebben voor je tikkie-mandje. Dat doe je helemaal goed. We maken dan een mandje voor je. En dat mandje blijft staan tot en met woensdag aanstaande. Dus we doen de komende dagen ook nog livestreams, zoals we altijd doen. En dan kun je al die dagen kun je nog toevoegen aan je mandje. En dan gaan we woensdag gaan we alles afwerken. Dan krijgt dus iedereen zijn 10% extra korting. Over de, alles wat in je mandje zit. En dan krijg je via Facebook Messenger krijg je een kassabonnetje met een tikkie om te betalen. En ja, heel veel mensen zeggen ook van ja, ik heb geen tikkie. Dat hoeft niet. Als je dat niet hebt, kun je ook gewoon met een bankoverschrijving betalen. Dus dat geldt natuurlijk ook voor de mensen in België. Die kunnen ook natuurlijk niet met iDeal betalen met een tikkie. Dat is alleen iets Nederlands. Maar dan kun je wel gewoon meedoen. Dus benoem allemaal duidelijk wat je graag wilt hebben. En dan gaat het helemaal goed komen. Ja, ik heb altijd overal de spetters zitten, Jolijn. Nou, mijn basis is klaar. Dan heb ik nog iets heel leuks. Want ik had deze mal had ik natuurlijk al klaar liggen, al een poosje. Want die hebben we echt groot ingeslagen. Want die worden zoveel verkocht. We gebruiken deze mal ook bij onze Elvis, hè. Dan maken we van ons pingwingetje Elvis maken we natuurlijk een piepkuiken. En die zetten we dan in een eierschaaltje. Maar in die set van Hippity Hoppity zitten natuurlijk ook allemaal leuke kuikentjes die je in een eierschaaltje kunt zetten. Ja, als jullie nog vragen hebben over de tikkie dames, gewoon eventjes roepen. Dan proberen we jullie natuurlijk te helpen. Er zijn toch telkens heel tijd weer nieuwe klanten die aan de tikkie meedoen. Superleuk. Dus vraag maar raak, zou ik zeggen. De Collectibles Mallen set van Marianne. Verschillende formaten paaseieren. Het leuke is, kijk eens, dan kun je ook meteen ballonnen kun je daarmee maken. Dus er zitten ook losse standjes bij voor onderaan die ovaal. Dan maak je er een ballonnetje van. En dit is dus om een gebroken eierschaal te maken. En dan zit er ook nog dit toffe ei zit erin met die swirls. Nou, ik neem even nu het tweede maatje, want dat past wel bij mijn kuiken. Die gaan we even uitstansen. Nou, ik wil een beetje een eierschaalkleurtje. Dat is een leuk woord voor Scrabble trouwens. Dus ik neem even van Studio Light het peperpetje Earth Tones erbij. Dat zitten eigenlijk alle kleuren wat je zo'n beetje kunt bedenken. Van wit naar zwart, grijs en bruin tinten zitten daarin. Nou, daar neem ik even een stukje uit. Ik knip heel vaak zomaar een klein stukje ervan af, zie je wel. Omdat je nooit zoveel nodig hebt. En dan neem ik mijn kleine heavy doodle stansmachine neem ik erbij. Ja, dat is inderdaad goed dat je het nog een keer zegt, Antoinette, ook voor de nieuwe mensen. Sorry, als je meedoet aan de Tikkie Live, noteer even voor jezelf wat je bestelt. Noteer even het artikel en de prijs. Ik noem ook altijd de prijs erbij.
Dan weet je ook of je bijvoorbeeld aan het franco bedrag zit. We leveren bijvoorbeeld binnen Nederland leveren we franco vanaf 75 euro. Dus vanaf 75 euro betaal je geen verzendkosten. En dat is dus ook het fijne dat je telkens op kunt sparen. Het franco bedrag is natuurlijk wel je bedrag wat je besteld hebt minus je 10% korting. Dat moet boven de 75 euro zitten. En voor België is het franco bedrag 100 euro. En dan moet ik even denken. In Nederland betaal je als het door de brievenbus kan 3,99 euro verzendkosten. Pakketje is 5,99 en voor België is het altijd een pakketje. Dan betaal je 6,99 verzendkosten. Hij is fijn, hè, Beta? Oh, je bent toch inderdaad eindelijk overstag gegaan. Hè? Dit is onze kleine stansmachine van Heavy Doodle. Mijn mini handtas, zeg ik altijd. Super klein als je mee wil nemen. Dan kun je ook dit onderplaatje even eraf schuiven. Kijk, die gaat er ook van af. Als je denkt, nou, ik heb nog minder ruimte op mijn werkblad. Dan is die helemaal in de mini. Kijk hoe klein dat die is. Hier zit ook weer zo'n anti-slip zit daar inderdaad op. En daar zitten dus die standaard plaatjes bij. Hè. Die plaat, dat plaatformaat is eigenlijk hetzelfde bij alle kleine stansmachines. 7,5 bij 15 centimeter zijn die plaatjes. Ik ben even kwijt wat die mini Heavy Doodle kost. Monica, weet jij dat zo? 69, 99 of 59? Ik zit er altijd een beetje mee in de war. En ja, we laten deze zelf altijd uit Engeland komen. Die kleine Heavy Doodle stansmachine. Volgens mij kun je die niet op veel plaatsen kopen. De Collectibles Malle set met de eitjes van Marianne. Die is dus 9,99 euro. Kijk, en hier kun je dus een gebroken ei mee maken. Dus deze haal ik er even af. Dat wilde ik echt even in de live van jullie laten zien. Niet dat er nou mega ingewikkeld is. Dus het is wel leuk om even te laten zien. Dit leg je dus gewoon halverwege op je ei. Een ei hoort erbij. En dan ga je hem even door je stansmachine halen. Ja, Cecile, je had hem toen gewonnen, hè? De Heavy Doodle stansmachine. Nou, ik hoop dat je er ook veel plezier van hebt. Kijk eens hoe leuk. Zo maak je dus gebroken eierschalen. Dus de malle set van Marianne, de Collectibles malle set, die is 9,99 euro. En dan krijg je dus zowel die eitjes, waar je ook ballonnen van kunt maken. Dat is ook al een wat oudere van Marianne. Ik weet niet of ze hem bij anderen nog hebben. Maar wij hebben hem inderdaad weer speciaal even bij Marianne ook besteld. Kijk eens, dit is echt leuk. En dan dacht ik, ga ik hier mijn kuiken zo uit laten piepen. Die kuikentjes die komen natuurlijk ook weer uit de set van Hippity Hoppity. Dit kuiken die piept hier zo een beetje naar buiten. Kijk, en dan had ik gedacht, dan denk ik dat ik het zo even gewoon op mijn kaartje zo meteen ga plakken. Misschien moet ik deze even zo wegknippen, kan ik die eronder steken. Ja, kijk, die doe ik eventjes zo, met een beetje lijm. De lijmpennen van Dutch du Badoo die ik altijd gebruik, die zijn natuurlijk €3,99. Ook de grotere potjes lijm zijn €3,99 van Dutch. Kijk, en dit is mijn andere eierschaaltje met mijn kuikentje erin. Dus doe ik gewoon even op mijn cirkelstans. Plak ik het kuikentje in het ei. Roelie, we kunnen nooit genoeg stansmachines hebben, toch? Jouw man snapt er niks van. Oh, Monica geeft de prijs inderdaad eventjes door. Hij is van, nu weet ik het weer. Hij is van €64,99 voor €59,99. Dus dat is al een afgeprijsd artikel. Daar gaat dus niet nog een keer extra je 10% korting vanaf, hè? Nou, ik ga straks nog even een tekst erbij stempelen. Want dat doe ik met die leuke stempelset die natuurlijk ook in de goodiebag zit. Kijk, Beta, jij hebt gewoon de juiste man uitgekozen. Nou, ik moet zeggen, Jeroen, die maakt daar ook nooit niks uit wat ik wil kopen. Ik laat jullie nog één keer even de inhoud van de goodiebag zien. Ik doe straks nog even een leuke tekst erbij stempelen op een bannertje of zo.
Leuk hè, met dat eierschaaltje toch? We hebben nog een paar goodiebags dus over. Dus heb je al de lijst van Monica en mij gezien? Denk je van, oh, ik wil toch die goodiebag nog wel bestellen. Ik heb toch spijt dat ik hem niet besteld heb. We hebben er nog een paar over. Wat zit erin? Deze tekenmal van een doosje. Daar gaat Corrie mee aan de slag. Dan hebben we deze leuke tekenmal met het woordje hello. Die zit erin. Dan hebben we het wolkjesmask. Hele leuke. Je kunt die mallen ook los bestellen. Maar dan zijn ze €4,99 per stuk. Het wolkjesmask. Dit is de shape art mal van het paasei. Die Monica had gebruikt. Dan zitten er twee stempels in. Die ga ik straks gebruiken om een tekstje nog erbij te maken. Met grote en kleine teksten voor voorjaar. En er zit dit leuke stickervel in. Als je in je journal wilt werken of in je planner. Met dit papier. En de papier set Hippity Hoppity zit erin. De complete set, de waarde is ongeveer rond de €40. De goodie bag Hippity Hoppity, die shop je voor €24,99. Ria Heavy Doodle moet nog toegevoegd worden aan de webshop. Daar zijn ze nog mee bezig. En ook Elizabeth Craft moet er nog inkomen. Dus dat komt eraan. Dat moet echt, de komende week moet dat allemaal gefixt zijn. Dus... Nou, de goodiebag die is dus €24,99. Ik zal de reacties voor jullie nog even open laten staan. Als je nog even op je gemak wilt kijken. En als je denkt van nou, ik ga dadelijk nog even kijken wat ik allemaal nodig heb. Wat ik wil bestellen. We laten op deze live, ik zal hem dadelijk als vastgezet bericht bovenaan zetten. Laten we de reacties wel even heel de dag openstaan. Als je vanmiddag naar Natalie hebt gekeken. Of vanavond naar Corrie. Kun je ook nog gewoon onder deze live kun je reageren. En dan gaat het helemaal goed komen. Dan zorgen we weer dat het in je mandje komt. Ik dank jullie nu weer voor het kijken. Ik wens jullie een hele fijne zaterdag. En dan zie ik jullie hopelijk morgen vroeg weer. Niet vergeten vanmiddag om 2:00 Natalie. Vanavond om 8:00 Corrie. Er zijn ook nog hele leuke workshops. Dus geniet van je weekend. En ik zie jullie graag morgen vroeg. Tot dan. Doei doei.